in de categorie Sportvrijwilliger van het jaar 2016. De man van meer dan 1000 zaken regelen. Dirk Doorakkers. Nog elke dag actief op de club. Huub en Nel Melis. Een echte steunpilaar voor de vereniging. Tom Robben. Bij turnvereniging Kunst en Kracht kunnen ze vrijwilliger Dirk Doorakkers niet missen. Al 35 jaar actief en vanaf het eerste uur betrokken bij de club. Dirk draagt op verschillende vlakken zijn steentje bij. Volgens de club regelt hij echter wel meer dan 1000 zaken. Van turnkampen tot facilitaire dienst. Eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. En Nel Melis is voetbalvereniging WSJ al ruim 40 jaar hun lust en hun leven. Beiden zijn nog altijd dagelijks actief op de club. Zo hanteert Huub al meer dan 25 jaar de voorzittershamer en bekleedt Nel tal van andere functies, zoals die van penningmeester, wasvrouw, interieurverzorgster en keukenprinses. Wat moet WSJ zonder ze? Al meer dan 41 jaar is Ton Robben vrijwilliger bij tafeltennisvereniging TTV Tios 51. Na een aantal jaren als bestuurslid heeft Ton nu zijn plek achter de bar gevonden. Gezellig, vriendelijk en nauwkeurig zijn de woorden die deze barman het beste omschrijven. Na dit jaar wil Ton het rustiger aan gaan doen. Kan de club hem wel missen?